Wat is het mooiste compliment dat je hebt gekregen van de coach, de docent die jullie hebben gehad, tijdens het schrijfproces? Dat mijn openingszin goed was. Welkom in de Bali. En welkom bij het Parool Column Festival. Ik ben Isabel Sheridan. Ik ben hier programmamaker in de Bali. We doen hier eigenlijk van alles. We maken hier gesprekken over politiek, over literatuur. We doen eigenlijk van alles, maar voornamelijk dingen met het vrije woord. En dat sluit heel erg mooi aan op wat we vanavond hier gaan doen. Want er valt wat te vieren. Want voor de 16e keer zijn er weer fantastische, ontroerende en vooral inspirerende stukken geschreven door scholieren uit heel Amsterdam. Gastdocenten, opgeleid door Jessica Kuitenbrouwer van het Parool en Lynn Avo van het Columnteam, die gingen langs bij 80 scholen in heel Amsterdam om scholieren de tools te bieden om hun gedachten op papier te zetten. En het resultaat mag er zijn. Ze zijn gebundeld in het prachtige Column Magazine. Dus voordat we eigenlijk beginnen, zou ik willen zeggen, geef ze een hard applaus. Al die mensen die hebben meegedaan. De sfeer zit er al lekker in, merk ik. Dat is hartstikke goed. Want we gaan een mooie avond tegemoet. Zoals ik net al zei, die stukken zijn geselecteerd. Die komen in het Column Magazine. Daarnaast maken ook alle winnaars kans om in deze zomer gepubliceerd te worden in de zaterdageditie van het Parool. En vanaf nu heb ik gehoord, je hebt ze misschien ook al zien hangen daar op de gang. Prachtige posters met quotes van 10... Gehaald uit 10 verschillende stukken. En die hangen dus door de hele stad. Dus misschien zie je wel straks een stukje van jezelf met je eigen naam of een stuk van iemand die je kent. Dus hartstikke leuk allemaal. Ja, en ik ben Jemani Blackman. Ik ben de co-host, of we gaan het samen doen vanavond. Samen. En wat kunnen jullie vanavond hier verwachten? Want er zitten dus winnaars hier in de zaal. En die maken vanavond kans op de publieksprijs. En dat betekent dat het publiek gaat bepalen wie de prijs krijgt vanavond. Ja? Zijn jullie daar klaar voor? Sowieso, alle ouders waren allang klaar vanaf de bevalling waarschijnlijk om hun kind een prijs te geven. Maar vanavond mag het dus ook. Het programma van vanavond is, we hebben 4 rondes waarin de deelnemers hun column zullen voordragen. En tussen elke ronde hebben we ook hele inspirerende columnisten, schrijvers, waarmee we in gesprek gaan en die ook een beetje een insight geven over wat het is om schrijver te zijn. En wellicht ook dat ze al ook tips kunnen geven. We hebben dan na de 4 rondes hebben we dan het moment waarin we dus de stemmen eigenlijk gaan invoeren. Ik ga straks helemaal uitleggen hoe we dat gaan doen. En dan is er een winnaar en die krijgt dan de prijs. Dat horen jullie later ook. Dan zijn we allemaal heel erg gelukkig en blij. En dan is het afgelopen. Dat is heel kort het programma van vanavond. En omdat, ja, Isabel die zei het net ook, het werk is echt van betekenis. Dus het zijn prachtige stukken die vanavond voorgedragen zullen worden. Maar prachtige stukken, daar zit vaak ook heel veel hard werken bij. Zweten, zenuwen, heel vaak herschrijven. Er zit heel veel werk achter, heel veel voorbereiding. En het hoogtepunt van elke maker, of het nou een schrijver is, een acteur, een regisseur, het hoogtepunt is eigenlijk het moment dat je het werk mag presenteren aan het publiek en dat het publiek je een applaus geeft. Dat is het hoogtepunt. Dus voordat ik de deelnemers überhaupt naar voren ga halen, wil ik even checken hoe het applaus hier zit, zodat ik... Oh! Oké. Jullie zijn fanatiek. Ja?
En vooral de persoon hiervoor die begon, de fanatiek. Maar ik ga jullie even uitleggen welke gradaties liefde heeft, dat hoogtepunt heeft. En dat gaan we als volgt doen. Laat even horen middels een applaus hoeveel liefde je voor je buurman of buurvrouw hebt. Oké, nou, waarschijnlijk hebben sommigen geïnterpreteerd de buurvrouw of buurman die naast je zit hier. Maar eigenlijk ging het over de buren waar je woont. Dus ik weet niet, misschien krijgen jullie suiker van de buren of andere lekkere dingen. Maar de liefde zit goed daar. Oké, hoeveel liefde heb je voor je schoonfamilie als je die hebt? Kijk, zie je? Er zit een andere gradatie, een ander soort van liefde, hè? Oké, hoeveel liefde heb je voor jezelf? Oké, we hoeven geen self-love meditatie ding te doen. Nee, dat is wel duidelijk. Oké, hoeveel liefde heb je voor je moeder? Oké. Ik heb het gehoord. Ik wil het applaus die je aan jezelf zou geven. Die was lekker, toch? Die was gepassioneerd. Dus na elke aankondiging, na elke column, wil ik een liefde voor jezelf applaus. Yes? Oké. Heel goed. Het zit er lekker in. We zijn een beetje wakker. Het is lekker warm, vol met liefde hier in huis. En we gaan de avond openen met Jessica Kuitenbrouwer. En Jessica Kuitenbrouwer is chef opinie van het Parool. En zij heeft ook in de redactie gezeten. Wat betekent dat zij ook onderdeel is geweest van het uitkiezen van de stukken die uiteindelijk in het magazine staan. Dus we moeten deze Jessica echt even heel veel liefde geven voor het uitkiezen. Mag ik een warm applaus voor Jessica Kuitenbrouwer? Hallo, scholieren, docenten, opiniemakers en woordkunstenaars. Welkom op deze nieuwe editie van Het Parool Column Festival. Het is me een eer om jullie even toe te mogen spreken. Wie het programma goed heeft bekeken zal misschien denken, was dit niet eigenlijk de wethouder? Wie is deze vrouw? Helaas moest Marjolein Moorman afzeggen omdat vanmiddag het nieuwe coalitieakkoord is gepresenteerd. En zij zit nu in een soort bestuurlijke wervelwind waar we haar helaas niet even uit konden stelen. Mijn naam is dus Jessica Kuitenbrouwer en ik ben de coördinator opinie van Het Parool. En dat houdt in dat ik me binnen deze krant buig over het publieke debat. En hoewel ik het dus heel jammer vind dat de wethouder heeft afgezegd, ben ik eigenlijk ook wel blij dat ze dat heeft gedaan, want dat geeft mij nu de gelegenheid om jullie even collectief toe te spreken. Met name de jongeren hier in de zaal. En dat vind ik heel belangrijk om deze reden. Beste scholieren, het is van levensbelang dat jullie A, op de hoogte zijn van het publieke debat, en B, weten hoe je daarin je stem laat horen. Want, het is misschien heel cliché, maar niet minder waar, jullie zijn de toekomst van deze stad. Absoluut. Jullie zullen later deze metropool draaiende gaan houden en daarom is het van belang dat jullie meedenken over hoe we dat het allerbeste kunnen aanvliegen met z'n allen. Jullie mening doet ertoe. Jullie ervaringen zijn van belang. Jullie verhaal moet gehoord worden door de rest van de stad en de rest van de maatschappij. En daarom moeten jullie weten wat er speelt. Maar belangrijker nog, het lef hebben om je uit te spreken.
Ik wil heel graag dat jullie weten en voelen dat de opiniepagina's van een krant als het Parool ook voor jullie bestemd zijn. En ik ben heel erg blij dat Stichting Nowhere het op zich heeft genomen om jullie kennis te laten maken met het genre van de column als middel om jouw verhaal naar buiten te brengen. Ik heb al jullie inzendingen gelezen. Van sommigen moest ik enorm lachen. Anderen ontroerden me erg. Zetten me aan het denken of vertelden me iets dat ik gewoon nog helemaal niet wist. En het zijn dat soort verhalen die Amsterdam moet horen en moet lezen. Dus bij deze wil ik jullie stuk voor stuk uitnodigen om vooral te schrijven. Klim in je pen en stuur ons een ingezonden brief of een opiniestuk als je ergens mee rondloopt, als je een idee hebt of als je een verhaal kwijt wil. En ik begrijp dat dat misschien wat intimiderend kan zijn. Dat je misschien niet weet hoe dat moet, een opiniestuk schrijven of een brief opstellen. Mail mij dan. Mijn adres staat op de website van het Parool. Ik help je heel graag op weg. Soms reageer ik meteen, soms duurt het een paar dagen. Laat je daar vooral niet door ontmoedigen. Zoek ons op. Praat met ons. Want wij zijn samen Amsterdam. En we zullen met elkaar in gesprek moeten blijven. En dan wil ik nu heel graag een heel bijzonder iemand naar voren vragen. Kimora Vrede. Kimora heeft vorig jaar zich heel dapper en heel helder uitgesproken over iets wat ze belangrijk vindt. Dat blijft ze doen en ze blijft zich inzetten voor de stad. En ik zou zeggen, neem een voorbeeld aan haar. En blijf betrokken bij het publieke debat. Applaus voor Kimora. Ik wil als eerst het eerste exemplaar van dit jaar's column magazine aan Jessica overhandigen. Dankjewel. Vorig jaar mocht ik met school een column schrijven. Het was een schoolopdracht. En eerst dacht ik van, niemand heeft die zin in. Maar ik begon met schrijven. Eerst zou ik het hebben over de vrouw. Toen zou ik het hebben over de samenleving. En toen dacht ik, wat gebeurt er nu in de samenleving? En hoe leef ik nu in de samenleving? En ik heb ervoor gekozen om te schrijven over de witte samenleving waar we in leven. En toen op het niets hoorde ik van mijn docent, jij bent het geworden. Je komt in het Parool. Ik dacht, ik? Dit was echt een heel snel gedichtje wat ik in elkaar flanste. En ik vond het wel bijzonder dat mijn woorden, Jessica, maar ook andere mensen heel erg hadden geraakt. En toen in het Parool mochten komen. En toen mijn woorden in het Parool kwamen, was het heel veel reactie. Heel veel positief, maar ook heel veel negatief. En dat is wel belangrijk. Dat mensen mijn woorden horen. En misschien was het niet positief, maar het kwam wel binnen. Dat vond ik belangrijk. En Stichting Nowhere en het Parool hebben me echt de kans gegeven om die woorden te laten spreken. Die woorden kwamen aan. En niet iedereen hoorde ze, maar iedereen zag ze wel. En dat vond ik belangrijk. Kimora, nog een warm applaus voor deze twee. Prachtige woorden. En weet je wat zo leuk is? Ik ken Kimora. Ze gaat het niet leuk vinden. Maar ik ken Kimora. Ze was het zusje van een vriendin van mij. Ik zat samen op jeugdtheaterschool. En haar zus, Shaniqua, die zei altijd, ja, ik heb zo'n zusje en ze praat zoveel. En ze heeft een attitude en dingen. Maar wat je vaak ziet, wat Kimora altijd heeft gehad, is
woorden, een mening. En het is zo mooi dat ik dat als klein meisje bij haar al heb gezien. En om jou hier dan weer te zien staan, dat vind ik echt heel erg bijzonder om mee te maken. Dus heel erg inspirerend. Dank je wel. Dank je wel, Kimora. Bon, nou, dit was dus de opening. En we gaan dus nu over naar... we gaan dus naar het moment waar ik jullie ga uitleggen hoe we gaan stemmen. Want dat moeten we natuurlijk weten voordat we de columns gaan horen. Wat jullie mogen doen is... jullie krijgen straks... Jullie zien hier een QR-code. Als jullie die QR-code met jullie telefoon scannen... dan krijg je een formulier waar alle deelnemers van vanavond op staan. En ik zie al dat mensen hun telefoon pakken. Heel goed, pak maar. Ja, pak erbij. Ja, heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Heel goed. Ja. En dan krijg je een formulier waar al de deelnemers op staan. En dan mag je gedurende de avond, mag je na het horen van elke column, mag je gaan stemmen. Mag je aanvinken wie jij inspirerend goed vond, wie jij, waarvan jij vindt dat die persoon de publieksprijs mag gaan winnen. Ik ga even checken, lukt het? Lukt het een beetje? Is er iemand die zegt, ik kom er helemaal niet uit? Nee, iedereen heeft ook assistentie van... dus dat gaat heel erg goed. Ja... En als iedereen het formulier heeft, dan kunnen we gaan beginnen met het eerste column. Maar het is dus belangrijk dat iedereen dan weer hier is. Dus ik check even, als je het formulier hebt, laat dan even weten door de aandacht weer hier te brengen. Ja, oké. Okay. Nou, ik zie nog één iemand op de telefoon even checken. En wat ook goed is om te weten, is dat je op meerdere deelnemers mag stemmen. Dus dat is heel erg fijn. Dus gedurende de avond mag je op meerdere deelnemers stemmen. Ja, oké. Okay. Ik zie nog één uitgelicht gezicht. Maar ik ga ervan uit dat het goed gaat komen. Volgens mij kunnen we dan met het eerste blok beginnen, Isabel. Dat lijkt me wel, Jemani. Ja, ik vind het een beetje spannend wel. Ook heel erg spannend. Ja, hè? Voor ze. Ja, zeker. Maar ik denk dat de sprekers het zelf misschien nog wel veel spannender vinden. Ja. Daarom denk ik dat het goed is om aan te houden wat Jemani net zei. Geef ze allemaal een heel warm applaus. Want het is helemaal niet niks om in eerste instantie je gedachten op papier te zetten en ze daarna ook nog eens uit te spreken voor een publiek. Ja. Ja. Dat gezegd hebbende, wil ik heel graag naar voren roepen mijn eerste lichting briljante nieuwe jonge stemmen in het publiek debat. Namelijk Fine, Yuri en Iris. Yes! Bad man drift to the car. Spot cars parked on the right spot. Bad man speak and you know. Bad man looking good. Oh, gezellig. We gaan lekker met z'n... Ik ga er ook bij zitten. Heel gezellig. Nou, jongens, daar zitten we dan. Zo lekker met z'n drieën op een bank. Ja, zeker. Iris, ik denk dat ik even bij jou begin. Was dit de eerste column die je schreef? Of ben je eigenlijk een geoefend schrijver? Nee, dit was de eerste. Maar ik had hem wel vaak overgeschreven, omdat ik elke keer niet goed was. Dus ik moest hem elke keer opnieuw schrijven. Ja. En ben je blij met de final version? Ja. 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 Goed zo. Je mag gewoon ja zeggen. Dus, dus jij hebt het geschreven en je mag er trots op zijn. En Yuri, dat wil ik ook nog even bij jou vragen. Vond je het lastig eigenlijk om een onderwerp te kiezen voor je column? Nee. Jullie gaan later zien waarom het niet zo moeilijk is. Maar het is sowieso, ja, het was een onderwerp dat heel erg dicht bij mij ligt. Vooral ook nu. En het is heel erg recent. En het raakt mij heel erg. Dus ik dacht, dit is iets waar ik wil over spreken. Dit is iets wat ik wil uiten. En dat deed ik.
Wat enorm dapper. Ja, wat Jessica net ook zei, het is natuurlijk... je moet ook wat lef hebben om dat zomaar op papier te zetten... dat zo voor te dragen, vooral als het zo persoonlijk is. Vind je dat ook een beetje spannend dat je dat nu gaat voordragen? Of valt het eigenlijk wel mee? Nou, voor het publiek staan is wel sowieso heel erg spannend altijd. Ik doe wel het drama en toneel is wel sowieso iets waar ik voel me heel erg... Ik voel me wel thuis hier, maar het is nog steeds... het blijft altijd spannend om voor mensen te zijn... en er, nou ja, naar de gezichten te kijken van anderen. het blijft wel nog steeds spannend. Ja, snap ik. En Fine, hoe zit jij dan hier? Met wat voor gevoel ga je zo je column voordragen? Nou, ik moet als eerste, dus dan is het zo'n lichtelijke spanning. Ja, ze kop er wel af daarna voor de rest. Dat zeker. Nee, wel gezonde spanning op zich. Maar ergens had ik ook wel toen was van, oh ja, je mag het voordragen. Dat ik dacht, oh ja, maar ik schreef het soort van... je moest over iets schrijven wat je belangrijk vond. En ik schreef dat op, maar niet met het idee van... oh, nu moet ik het opeens voordragen aan iedereen. Mm-hmm. Zo'n ingreep in wat in mijn hoofd omkwam, dat ik echt heel stress ervan kreeg toen. Dat snap ik. En dan zit je ineens op het podium van de balie. Woensdagavond, laat me. Nou, om je toch maar even van die zenuwen af te helpen, denk ik dat het goed is als we jou nu de kans geven om je prachtige stuk voor te dragen. Geef er een warm applaus, Fine. Kulo, Buddha, what's it? Baby, jij bent sexy, mami. De naam van mijn column is De Waarde van Vriendschap. Je bericht wordt bewaard tot deze persoon je heeft toegevoegd. Ik weet nog hoe ik naar mijn telefoon stond te kijken. Mond open, een gezicht vol verbazing. Misschien heeft Snapchat een storing. Of misschien heeft iemand het voor de grap gedaan via zijn telefoon. Ik ga naar WhatsApp en ik app mijn vriendinnen. Oh my god, guys, hij heeft me verwijderd van Snap. Binnen 20 seconden krijg ik een appje terug. Niet. Waarom? Dat is de vraag die ik me soms nog steeds afvraag. Waarom? Hoe? Hoe kon je me zomaar verwijderen, alsof ik niks ben? Alle memories die we samen hebben gemaakt. Ik weet dat we minder contact hadden dan eerst. We gaan beide onze eigen kant op. Maar is alles wat we mee hebben gemaakt, is het echt net zo weinig als dat ene knopje. Dat ene brandende knopje. Vriend verwijderen. Dat ene knopje dat ik nooit zou verbinden aan jou. Ik kijk terug in onze opgeslagen chat. Alle lelijke selfies en andere domme foto's. Soms al van meer dan 2 jaar geleden. Jezus, wat ben je groot geworden. Ik zie je babywangetjes met je brilletje en je beugel. Ik weet nog toen je besloot lenzen te gaan dragen en je kledingstijl te veranderen. Je was bezig met je glow-up, zei je. Al die foto's maakten niks uit voor jou. Of toch wel? Net zo simpel als je me verwijderde, voegde je me ook weer terug. En nu doen we alsof er niks is gebeurd. Ik heb geen idee wat ik precies fout deed. Het enige wat ik weet is dat onze vriendschap net zo verwaard was als dat ene enkele knopje. Go, 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 Chanel. Go, 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 Chanel. Een prachtig, prachtig en ook herkenbaar stuk. Gaan we nu door naar de volgende. En dat is Yuri. Geef een applaus. Het is al een maand dat de oorlog in mijn land bezig is. Mijn Oekraïense vrienden zijn verspreid door heel Europa en mijn oma is opeens in Verenigde Staten. Ook al vindt ze vliegen eigenlijk spannend. Mensen doen alles om de oorlog te ontvluchten waar maanden geleden nog geen sprake van was. Nog in de herfstvakantie was ik door straten van Kiev aan het lopen zonder angst, zonder Russische militairen en vallende raketten. De stad waar ik van hou is niet meer veilig. Op de NOS kwam er een filmpje van de bom die heel dicht bij mijn huis viel. Ik woonde naast Baben Yar. Dat is een soort memoriaal. Er is nu een memoriaal van een massamoord die er gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het doet me pijn om dat te horen. Ik wens niemand de afschuwelijkheden die Rusland zich heeft gebracht met hun Z-tanks naar mijn huis. Ik ben alleen bang dat wij in ons Nederland niet de gevaren zien van deze oorlog.
De Russische vrede, zoals het genoemd wordt, kwam net zo dichtbij als 20 kilometer van de Poolse grens. Rusland blijft maar dreigen met zijn kernarsenaal, maar met mijn leeftijdsgenoten hoor ik vrij weinig. Tijdens de Koude Oorlog waren de activisten vaak heel hard bezig met het voorkomen van oplopende spanningen, met de hele kernwapenwetloop. Wat is er veranderd? Waar blijft men nu wanneer de oorlog bij jouw huis aan staat te kloppen? Ik denk dat wij als jongeren niet genoeg doen. We kijken naar de oorlog door onze schermen, te bang om te bewegen. Te bang om op de straat te gaan, te bang om onze overheid te laten weten hoe groot dit kan worden. Het enige hoop die er nog overblijft is wij en wij alleen. Hopes and prayers helpen nooit. De hoop is nog niet verloren. Slava Oekraïne. Wauw. Die kwam even binnen. Wat een mooi. Dat is natuurlijk een enorm actueel, voor iedereen levend thema. En enorm dapper dat je jouw persoonlijke verhaal met ons wilde delen. Dus enorm veel dank daarvoor. Gaan we nu naar de laatste? Last but not least. Geef een heel warm applaus voor Iris. Het komt er weer aan, de zomer. Dit betekent dat het warmer wordt, we meer gaan zweten en steeds minder kleding gaan dragen. Van kinds af aan hield ik altijd al van de zomer, door de leuke kleding en de relaxte sfeer. Nu ik in mijn tienerjaren zit, ervaar ik steeds meer stress tijdens dezezelfde tijd. In deze periode stijgt de hitte niet alleen op de thermometer, maar ook naar mannen hun hoofd. Ze gaan meer naar je fluiten, herkenbaar voor elke vrouw. Er komt van elke kant wel een foute opmerking die je net iets te oncomfortabel maakt. Als je deze opmerkingen negeert, zijn ze ineens beledigd. Al deze extra inspanning op zo'n warme dag en alleen omdat je niet vertelt waar je naartoe gaat. Door deze opmerking ga je aan jezelf twijfelen. Wat als ik dit rokje niet aan had gehad? Of als ik een ander topje aan had, zou hij misschien geen opmerking gemaakt hebben. En volgende keer doe ik wel iets anders aan. Hebben catcallers geen idee dat hun acties een grote impact hebben op iemands leven? Zeker op het leven van tieners die nog volwassen moeten worden. Hoe komt het dat we op deze leeftijd al veel te vaak geconfronteerd worden met seksuele opmerkingen? We leven in een wereld waar catcalling, toxic masculinity en andere seksuele opmerkingen genormaliseerd zijn. We zijn nog jong en willen onszelf ontdekken. Hier hoort ook je kledingstijl bij, maar dit gaat niet als we elke keer aangesproken worden op wat we dragen. Voor mij zit er niks anders op dan aankomende periode bedekkende kleding gaan dragen. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time for I go, higher powers taking me. Wat een mooie afsluiter en ook een enorm relevant thema. Ik denk dat ik voor veel vrouwen, meiden spreek als ik zeg dat we dat inderdaad allemaal helaas nog steeds wel eens meemaken in deze maatschappij. Nou jongens, dit was het eerste blok. Ik denk dat we ze nog één keer een hard applaus geven. Iris, Yuri, Ine. Ja, en ik wil ook nog even een shout-out geven aan iemand die ook ervoor zorgt dat er veel liefde in house komt, maar ook voor een lekkere sfeer. DJ Godsend! Woo! Je weet dat je alleen maar liefde krijgt als je Godsend heet, toch, als DJ. Wauw. Maar dat ben je echt. Dank je wel. Nou, wat ik al zei, tussen de rondes door hebben we ook een prachtige voordracht van een columnist. Een professional ook wel. Lale. Ja, jij! Ze is schrijver, columnist bij het Parool. En ik zag ook dat je podcastmaker bent. Volgens mij is het heel erg waardevol dat je hier bent. En je gaat ons eerst even laten genieten van jouw column. Mag ik een warm applaus voor Lale Goel? Ja, we kunnen dom doen, baby. Nee, de cijfers die gaan niet, zij willen als ons doen, baby. Die hallo, goedenavond. Wat een mooie introductie, dankjewel. Ik heb
gekozen voor een... Ja, het was echt wel moeilijk kiezen, want ik heb meer columns die geweldig zijn. Nee, grapje. Het was moeilijk kiezen omdat ik dacht van... Ja, wat is iets wat bij jongeren speelt? Dus ik moest wel even terugdenken van... Oké, wat vond ik interessant op die leeftijd? Want dat verandert eigenlijk met de leeftijd, ook al denk je nu van niet. Maar ik heb iets gekozen over drugs legaliseren. Ik denk dat dat vooral nu met het nieuws over needle spiking en naalden in je... in je arm zonder te weten en dat je dan blackout gaat en zo... dat het nu wel extra relevant is. Maar ik praat te veel, ik ga gewoon voorlezen. Dit is van 19 november 2021. Het aantal keren dat ik drugs tot me heb genomen... is op de vingers van één hand te tellen. Een unicum in deze tijd voor een 24-jarige in Amsterdam. En dan heb ik het niet eens over het zware geschut, maar over wiet en hash. Middelen die tegenwoordig niet eens meer als drugs worden gezien door Amsterdammers, maar meer als zoiets als sigaretten plus. Hoe vaak ik wel niet ben gepusht door vrienden die zwoeren bij een drug. Vooral coke en paddo's. En hartstochtelijk aanboden om het samen eens te gebruiken. Is best zorgwekkend. De afwijzing mijnerzijds bleef, maar bij het zien van de teleurstelling of het gepassioneerde aandringen van de anderen heb ik wel eens gedacht dat ik saai was, omdat ik als enige in de groep geen interesse had in deze bedwelmende middelen. De ontwikkeling en normalisering van drugsgebruik in de maatschappij is op zijn minst zorgelijk te noemen. Na de dood van Peter R. de Vries riep de ene columnist na de andere dat drugsgebruikers medeverantwoordelijk zijn voor het instand houden van de onderwereld en dus deze brute moord. Waarna onder andere D66'ers gingen roepen dat het gewoon allemaal legaal moet worden en dat dat de oplossing was. Je kunt er toch wel illegaal aan komen, is doorgaans het argument. Het is waar. Tegenwoordig zijn er nauwelijks nog middelbare scholen of feestjes of thuisvieringen waarop het Colombiaanse marcheerpoeder niet aanwezig is. En toch schrik ik van de roep om drugs te legaliseren. Afgelopen week is een auto in Helmond frontaal tegen een ambulancebus gereden. Een jongen van 15 en twee jongens van 16 kwamen om het leven. Een vierde inzittende van de auto, een jongen van 15, raakte zwaar gewond. Ik heb toen niets vermoedend op Instagram gedeeld. Lachgas moet eigenlijk verboden worden. Ik kreeg bergen kritiek. Moest alcohol dan ook verboden worden? Wilde ik soms een nog grotere overheid? Wilde ik nog meer bemoeienis? Wilde ik de sharia invoeren? Wilde ik mensen betuttelen? Hoe zou een verbod nou helpen bij het verminderen van het gebruik? Dan zou het toch gewoon illegaal gekocht worden? Ik keek er best wel van op, omdat ik in de veronderstelling verkeerde dat de meeste mensen het met me eens zouden zijn, vooral na dit nieuwsbericht. Mensen die uit een achterstandswijk komen weten maar al te goed wat drugs kunnen aanrichten. Ik heb een buurjongen verlamd zien raken na het veelvuldig gebruiken van lachgas en een ander van het VWO naar het VMBO zien zakken door dezelfde oorzaak. Ook als ik die laatste jongen in kwestie sprak, was het alsof hij onderweg 30 IQ-punten had ingeleverd. Als je in een veilige omgeving drugs gebruikt, is het inderdaad vooral een genotsmiddel. Dat is de reden dat elitaire partijen als D66, meestal hoogopgeleid, meestal rijk, al jaren schreeuwen dat het allemaal legaal moet worden. Maar wie denkt er aan de onderklasse die drugs niet in een veilige omgeving gebruikt, precies volgens de handleiding en de juiste dosering? En ja, nu is er ook drugsgebruik, maar er zit tenminste nog iets van een drempel, iets van wroeging of schaamte, omdat het etiket van illegaal erop staat. Ik zie niet in hoe alles legaliseren een oplossing is. Dank u wel. En dan mag je een mic uitkiezen. Ze liggen voor het oprapen. Het lijkt wel alsof ik een rij pilletje... Ik weet niet. Ja, door je column ben, denk ik weer in de... Maar, Lale, dank je wel voor je voordracht. Fijn ook dat je een thema hebt gekozen die heel erg actueel is bij jongeren, wat je al zei. Maar eigenlijk iedereen ook wel aangaat. Ja. Ik had het net al over Kimora, hè, dat ik als kleuter al bij haar zag van... Oké, dit wordt iemand die haar stem gaat laten horen. We hebben hier Column Festival, hebben we ook middelbare scholieren hier die hun stem laten horen.
Waar is het bij jou begonnen? Is het ook bij de middelbare school begonnen of is het wat later begonnen? Ja, kijk, mijn school had bijvoorbeeld geen schoolkrant. En ik was de enige die erop aandrong om een schoolkrant te maken. Ah, oké. En daaraan kan ik denk ik met terugwerkende kracht wel zien van... oh ja, toen was ik er blijkbaar al mee bezig. Maar het kwam maar niet van de grond, omdat ja, niemand was er eigenlijk geïnteresseerd in. Helaas was ik de enige. Dus er kwam nooit een schoolkrant, maar ik zou het zo leuk vinden... want ik zag het allemaal in films en series en zo. Ja. Dus dat wel. En ik deed ook mee aan gedichtenwedstrijden op mijn 15e en 16e. En ik weet nog dat ik had gewonnen met één wedstrijd. En dat ik toen ja, een paar keer mocht optreden in bibliotheken en zo. En ja, op een gegeven moment mocht dat niet meer van mijn ouders. Dus ik was er gewoon abrupt mee gestopt. Maar dat was inderdaad toen al, toen ja, al een hobby. Ja. Ja. En dat is nu uiteindelijk je werk geworden, wat heel erg fijn is. En nou, je zei net ook al dat uiteindelijk mocht niet meer van je ouders. Maar je bent toch doorgegaan. Het is je werk geworden. Is er een inspiratiebron of een rolmodel geweest die jou door die weg heeft geholpen om toch door te zetten? Ja, kijk, ik was sowieso een boekenworm. Dus in principe is elke schrijver die ik ooit heb gelezen was al een inspiratiebron. Mm-hmm. Denk ik. En ik had nog toen geen krantenabonnementen of zo. Maar ik zag wel op... Ja, toen was Facebook nog helemaal hot. Ja, toen zag ik op Facebook dingen voorbij komen. Columns. Waar bijvoorbeeld heel veel op werd gecomment en zo. En ik deed af en toe wel mee met comment dissen en discussies en zo. Oh. Iets wat ik nu echt nooit meer zou doen. Maar toen vond ik dat nog helemaal geweldig en interessant. En ja, ging wel, had ik heel erg de behoefte inderdaad om een mening ergens over te geven. En zoals ik een column van, ik weet niet, Eus voorbij zag komen. Of ja, een andere columnist, Nazmiya Oral, zag ik vaak voorbij komen. Die is nu helemaal famous door die serie waar ze nu in zit. Ja. Undercover, geloof ja, ik. Ja. Ja, ze is nu meer de actrice kant op gegaan. Maar toen was ze nog een columnist. En ze kwam ook regelmatig bij De Nieuwe Maan, een programma dat nu niet meer bestaat. Ja. En toen deed ze gesproken columns. En dat raakte mij heel erg. Dus toen, ja, dat was wel ook echt een inspiratiebron. Ja. Ja. Nou, ik wil je eigenlijk al nog meer vragen stellen over wat heb je geleerd en welke tips, maar daar komen we straks op terug. Ik wil je voor nu voor dit gedeelte bedanken en dan zien we je straks weer terug. Dankjewel. Nogmaals applaus voor Lale Goer. Dan gaan we naar de tweede ronde. En voor de tweede ronde wil ik naar voren roepen Lava, Jente en Ashley. Kijk eens. Top. Top. Test. Ja. Top. Hij doet het. Ja. Nou, ik zag eventjes paniek toen jullie hier opliepen. Van, oh jee, loop ik wel goed? Zit mijn jurkje nog wel? Ja, dat zit goed. Maar nu zitten jullie hier. En waar ik eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar ben, wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd over column schrijven de afgelopen paar weken? Ik denk dat als iets echt heel erg naar je hart gaat en iets dat je schrijft over iets wat je heel erg belangrijk vindt, dat het dan echt het beste overkomt. Ja. Oké. En voor jou? Nou, gewoon iets kunnen delen, zeg maar, wat je heel erg gevoeld hebt. En dat andere mensen dat dan ook gewoon respecteren en waarderen. En dat je dat dan mag voorlezen voor zo'n mooi publiek is toch gewoon, tof. Ja. Ja. Ik zie het ook. Ja. Ik wil je bijna al gelijk achter de katheter zetten. Maar en dan heb ik aan jou nog de vraag. En dan ga ik een andere vraag stellen. En dat is, wat is het moeilijkste geweest in dit proces? In het schrijven van jouw stuk? Ik denk toch wel echt een goed onderwerp kiezen. Want ik wil niet... Het ligt best wel gevoelig, wat het onderwerp dat ik heb gekozen. En ik vind dat als je zo'n mooie kans krijgt om iets heel moois voor te lezen, dat je er ook echt een goed onderwerp voor moet hebben. En wanneer is een onderwerp goed? Ik zou zeggen, als je er heel lang mee zit en heel veel over wilt vertellen, maar dat niet kan. Wauw, oké.
Dat is al een hele goede tip. Dus jij hebt dat ook gedaan dus? Ja, zeker. Oké, maar je hebt uiteindelijk wel iets kunnen schrijven? Ja. Oh, ik ben benieuwd. Jullie ook? Mm-hmm, ja, zeker. We gaan beginnen met Lava. Mijn column heet Laat het los. Ik wil me niet meer druk maken. Ik wil niks meer forceren. Relaties, tijd, aandacht, liefde. Mijn toekomst en hoe die eruit gaat zien. Als ik daarover nadenk, schets ik een beeld voor mezelf met allemaal verwachtingen. Zo creëer ik onbewust of bewust een doel, een checkpoint. Net zoals in de spelletjes die ik vroeger op de computer speelde. Als je aankwam bij het rode vlaggetje, het checkpoint, kon je naar het volgende level. En uiteraard moet je dat stomme vlaggetje bereiken om door te gaan. Je wil het stomme vlaggetje bereiken. Soms lijkt het leven een beetje te veel op dat spelletje. Als je niet het vlaggetje hebt bereikt, ga je dood en moet je opnieuw. Maar er komen ook obstakels bij kijken. En er zit een tijdslot aan vast. Zo voelt het leven ook. Als je binnen een bepaalde tijd nog niet je checkpoint hebt gehaald, is het game over. Maar misschien moet je soms even het spelletje wegklikken en de computer sluiten. Niet meedoen met de race naar het vlaggetje. Vertrouw erop dat je doel vanzelf naar je toe komt. Zonder tijdslot. Gewoon op het moment wanneer jij er klaar voor bent. Forceer jezelf niet om iets te creëren, maar laat het los. Niets dat echt voor jou bedoeld is, gaat aan je voorbij. Zo, Lava, volgens mij moeten we dit op elke werkplek hangen. Ja. Even de computer uitzetten. Dankjewel. Dan gaan we naar Jente. Oké. Yes. Oké. De druppel. Het was een zomerse avond in juli. Mijn ouders ruzieden. Deden ze al sinds dat ik geboren was. Ik zat te gamen met mijn vrienden. Mijn Nintendo was bijna leeg. Ik liep daar beneden. Daar zag ik mijn vader zitten. Hij had te veel gedronken. Ik zei, pap, mag ik please mijn Nintendo aansluiten op de tv? Hij antwoordde, nee. Ik luisterde niet. Best dom eigenlijk. Ik liep naar de tv en deed de Nintendo in de stekker. Hij was boos en begon te schreeuwen. Ik negeerde het. En toen brak het moment aan. Het moment dat we eigenlijk niet zagen aankomen. Kut, maar aan de andere kant ook nodig. Ik zag het voorbij vliegen. Vlak langs mijn hoofd. Ik schrok. De afstandsbediening vloog tegen de muur. Net niet tegen mijn hoofd. Ik schrok toen de afstandsbediening op de grond viel. Hij was stuk. Zo voelde ik me toen ook. Ik trilde. Ik dacht dat het een droom was. Ik trilde. Maar ik was ook zo boos. Zo boos op hem. Wat heeft hij me aangedaan? Voordat ik dat kon beantwoorden, liep mijn moeder naar beneden. Ik zat trillend voor de tv. Ze wist het gelijk. Ze zei, dit is de druppel. Kom, we gaan, terwijl ze me vasthield. Ik barstte uit. Ik kon nu ook niet langer doen alsof het goed was. We gingen. Gingen weg van huis. Ik had geen hoop meer dat het goed zou komen. Die nacht sliepen we bij de beste vriendin van mijn moeder. Ik ging op mijn telefoon, want ik kon niet slapen. Ik kwam een quote tegen. Veeg je tranen niet weg, maar de mensen die het tranen veroorzaken. Ik was klaar voor een nieuwe verandering. Het is niet jouw schuld, zei ik. En dat allemaal op een zomersnacht in juli. Ik wil nog even...
gaat niet meer. Oh ja, top. Ik wil nog even wat kwijt. Dit was dus mijn column en iedereen die maakt wel eens nare dingen mee. Maar er komt ook altijd iets moois uit. Want doordat mijn ouders nu uit elkaar zijn, heb ik een hele mooie band kunnen opbouwen met mijn vader. Yes. Ja. Dankjewel voor het staan in je waarheid en het delen. Dankjewel. Ja. Ga naar de laatste. Ashley. Hallo? Oké. Mijn column heet A Me Mystery. Wie zou ik eens vandaag zijn? Man, vrouw, hetero, homo. Een goede vraag die ik nooit echt heb kunnen beantwoorden. Omdat het me soms een overweldigend gevoel geeft. Mijn gedachten razen in mijn hoofd als een tornado. Een beetje van alles pakken, bij elkaar doen en daar moet je het mee doen. Je krijgt niks meer of niks minder. Je zou toch denken, dat klinkt toch zo makkelijk. Je bent geboren als één van de twee geslachten en je valt op de ander. Nou, voor sommigen is dat anders. Iedereen is anders, dus heeft ook andere voorkeuren. En dat kan een ander geslacht zijn. Je redt het wel, wordt er dan tegen me gezegd. Je wordt toch geaccepteerd. Makkelijker gezegd dan gedaan. Het is moeilijker dan het lijkt, hoor. Uit de kast komen. De een reageert blij en enthousiast. De ander kijkt je aan alsof ze net een dood lijk hebben gezien. Omdat ze er zo van walgen. Ik voel me soms een buitenbeentje. Maar ik wil ook niet gelabeld worden en in een vast hokje gezet worden. Ik snap het. Ik heb het nooit over hoe knap en gespierd een jong kan zijn. Ik heb het erover hoe mooi een meisje kan zijn. Ik heb het niet over make-up en jurkjes. Ik heb het over gamen, skateboarden en dat ik andere voornaamwoorden gebruik. Toch ben ik blij dat ik nog niet klaar ben met de zoektocht naar mijn identiteit. En dat ik hier in Nederland geaccepteerd kan worden. Want ook al weet ik het nu nog niet zo goed, ik kom er wel achter. Dankjewel, Ashley. Graag gedaan. Dankjewel. Ik wil even aan jullie alle drie vragen, dus dan moet je even de mic erbij pakken. Ja? Yes. Oké, jullie hebben de column nu gedaan. Jullie hebben de liefde gehad. In één woord, hoe ga je straks weer zitten? In één woord. Nou, ik wou eigenlijk, zeg maar... In ik woord. Dacht dat je zou zeggen... opgelucht. Ja, opgelucht. Trots. Ik wou fantastisch zeggen, maar dat klopt helemaal niet. Eduard. Ja, sorry. Tevreden. Mag ik applaus voor Lava, Jente en Ashley. Dankjewel. I got my peaches out in Georgia. Yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. En is het weer aan mij om de volgende speciale columnist, een van onze professionals, schrijft ook voor het Parool, is daarnaast ook nog ondernemer. Ja, dat kan je beide zijn vandaag de dag. Geef een hartelijk applaus aan Torul Chirak Olu. Hey allemaal, ik ben Toro. Ik schrijf voor het Parool nu iets meer dan een jaar. Ik heb ook een boek geschreven, maar eigenlijk ben ik ondernemer. Misschien kennen jullie sommige van jullie mij. Ik heb een speciaal schoonmaakbedrijf. Ik maak schoon nadat mensen zijn overleden. Extreem vervuilde woningen, zelfdodingen. De meest bizarre dingen die komen wel op mijn pad. Het schrijven deed ik eigenlijk daarnaast. Maar inmiddels is dat ook een soort van tweede beroep geworden. En ik ga nu een van mijn columns voorlezen. Misschien even goed om te vertellen is... ik schrijf mijn columns over de dingen die ik zie in mijn werk.
Het is een wekelijkse rubriek waarin ik de verhalen probeer te vertellen van de mensen bij wie ik opruim. En ik probeer daarmee eigenlijk het verhaal achter het vuil met de mensen te delen. Deze column heet Hij bleef de hele dag op de gang zitten. Toen hij de voordeur opendeed, stak hij zijn hand uit om ons welkom te heten. Binnen een milliseconde bedacht hij zich en trok hij zijn hand terug. Goedemorgen, zei hij met een groot glimlach. Van zijn gebit was bijna niks meer over. De paar tanden die hij nog wel had, waren zwart en verrot. Hij was het stadium van onverzorgd al lang voorbij. Hij was vies, heel vies. Hij had zichzelf zo lang niet gewassen dat zijn gezicht grijs was uitgeslagen. Door zijn gebrekkige hygiëne had hij overal op zijn lichaam wondjes. Samen liepen we zijn kamer van nog geen 20 vierkante meter in. Het leek alsof iemand er een reusachtig vuilnisbak met huishoudafval had leeggekieperd. In de hoek stond een vervuild matras. Menig persoon zou zijn hond er niet eens op laten slapen. De badkamer was onbruikbaar, de afvoer zat verstopt en de kraan om zijn douche aan te zetten kreeg hij niet meer opengedraaid door de extreme vuil- en kalkopbouw. Hoe was je je? Vroeg ik hem. Hij antwoordde dat hij een schuurspons gebruikte die hij nat maakte in zijn wasbak. Hij woonde al 28 jaar in deze studentenflat. Recht tegenover zijn voordeur bevond zich de deur naar de gemeenschappelijke keuken. Om de haverklap liepen er studenten in en uit. Het was onmogelijk dat zij niet op de hoogte waren van zijn levenssituatie. Vreemd genoeg leek geen van hen zich om hem te bekommeren. Ik vroeg hem de kamer te verlaten, zodat we konden beginnen met schoonmaken. Hij liep de gemeenschappelijke keuken in waar een paar studenten zaten te ontbijten. Ze keken hem vreemd aan. Hij voelde zich ongemakkelijk en liep de gang op, waar hij de hele dag bleef zitten, tot wij klaar waren. Kun je nergens naartoe? Vroeg ik hem. Nee, zei hij. Ik ga alleen naar buiten om boodschappen te doen en kom dan terug. Ik zit altijd in mijn kamer. Het raakte mij in het diepst van mijn ziel om hem daar alleen, uitgehongerd en zielig in een hoekje te zien zitten. Na afloop ging ik terug naar huis met een dubbel gevoel. We hadden zijn kamer schoongemaakt. Hij kon nu weer douchen, slapen en eten in een schone ruimte. Maar tegelijkertijd wist ik dat hij daar nog steeds even verdrietig, eenzaam en depressief zou zitten als voor onze komst. Het voelde alsof ik hem in de steek liet. Mag je de mic pakken? Wauw. Ik denk dat dit een onderwerp is, of nou ja, dat je mensen spreekt en mensen laat zien in je columns die niet zo vaak een pod, nou ja, waar mensen het eigenlijk niet zo vaak over hebben. Ja, klopt. Ja. Vaak als ik kom zijn ze zelfs al overleden. Dus er is letterlijk niemand om hun verhaal te vertellen en ik probeer hun verhaal te vertellen. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat het ook best wel zeg maar een zwaar beroep is. Dat mentaal ook iets met je doet. In ieder geval voor mijzelf zou ik dat best wel denk pittig vinden. Wat voor eigenschappen moet iemand hebben om het werk te doen wat jij doet? Ja, je moet mentaal en fysiek heel sterk zijn. Je moet het ook. Wat moeilijk is, je moet heel begaan zijn met de persoon. Je moet die empathie hebben. Maar tegelijkertijd moet je het ook los kunnen laten. En dat is gewoon heel lastig, want je leeft echt met zo iemand mee. En zoals je net ook hoorde in de column, je laat iemand echt in de steek, bijna voelt het wel. Maar je moet dat los kunnen laten en dat is heel moeilijk, die eigenschap om dat te ontwikkelen. En ik kan me voorstellen, heel veel mensen hier in de zaal, schrijvers in de zaal, die hebben onderwerpen uitgekozen die voor hen heel erg persoonlijk zijn. Ik kan me ook voorstellen dat het een manier is om je ei kwijt te kunnen. Ja. Werkt dat ook een beetje voor jou zo? Dat het ook een manier is om emoties van je af te schrijven? Voor mij persoonlijk wel, ja. Ik vind het heel fijn om over de onderwerpen die ik die mij dwars zitten of waar ik iets van vind, om daarover te schrijven. En het is ook een manier voor mij om het los te kunnen laten. Want het is als een soort van case die ik heb. En dan zit ik in mijn hoofd te malen van wat moet ik hiermee? Weet je, het is best wel heftig allemaal. Maar als ik er eenmaal over heb geschreven en het heb gelanceerd in de wereld, dan is het zoiets van oké, ik heb mijn zegje gedaan en nu kan ik door naar de volgende. En wat voor effect hoop jij te hebben met dit soort columns? Om met
aan ons zichtbare eigenlijk een stem te geven? Wat hoop je dat mensen daaruit meenemen? Wat ik hoop en wat gelukkig ook gebeurt, is dat de mensen die deze verhalen lezen, die worden geïnspireerd om beter op elkaar te letten. Deze kon was daar een heel goed voorbeeld van. De directrice van Cordaan. Kennen jullie wel Cordaan, de organisatie? Ja. Die heeft mij persoonlijk ook geschreven hierna. En die zei van, ik vind dit zo zielig. Hoe kan ik met deze man in contact komen? Dat is het eigenlijk effect dat ik wil bereiken. Dat mensen worden geïnspireerd om iets voor elkaar te gaan doen. En dat we dit kunnen voorkomen. Om een keer om te kijken naar de ander. En ook naar degene die naast je staan. Het lijkt me echt een prachtige boodschap. Kunnen we nog één keer een hartelijk applaus? Nee. Ho. Hey. Ik zei applaus. Ik zei niet dat je klaar was, weet je. Ik zag even mijn knikken, dus ik moet vertrekken. Nee, ik gaf je knikje, omdat ik vond je column gewoon heel erg mooi. Dus knikje daarvoor. Dank je. Waardering. Ja. Jemani. Ja, we gaan even naar een moment waarin we ook met Lale Ghul, die wil ik eigenlijk ook op de bank weer. Ja, je moet weer naar voren komen. Willen we eigenlijk dit moment pakken om jullie vragen te stellen over het vak schrijven. Dat mogen jullie als publiek ook doen. Dus we hebben ruimte voor twee vragen uit het publiek. Maar voordat we daar komen, ben ik heel erg benieuwd. Jullie hebben nu al een paar columns gehoord. Wat valt jullie op aan de columns die jullie tot nu toe hebben gehoord? Ze zijn zowel persoonlijk als maatschappelijk. Dus dat is wel goed. Ja. Want dat is denk ik toch wel wat een column moet hebben. Ik merk dat zelf ook. Als ik het persoonlijke er niet in doe, wordt het wat minder gewaardeerd. Ah. Dus het moet een combinatie zijn van die twee. Dus andere mensen moeten inderdaad geraakt worden met jouw meeleven, omdat het over jouzelf gaat. Maar ook breder dan dat, omdat er natuurlijk meer mensen zijn die daarmee bezig zijn. Ik denk dat dat wel de kern is van elke column. Ja. Van elke goede column, ja. Ja. En dat heb je vanavond ook al gehoord. Ja, dus dat hebben ze al heel goed door. Heel goed door, en ja. Ik vond de columns kwalitatief heel goed in elkaar zetten. Ja. Ja. Ze zouden zo in de krant kunnen. Ja. Zeker. Mag voorgeklapt worden. En Tarul, wat is jou opgevallen aan de columns? Is er misschien iets blijven hangen? Ja, eigenlijk hetzelfde wat Lale zei. Dat kan ik me wel aan vinden. Maar vooral de column van Jente vond ik heel goed. En wat ik er zo goed aan vond is, wat ik zelf heel fijn vind om te doen altijd in mijn columns, is dat ik de lezer wil meenemen in het verhaal alsof hij of zij letterlijk in die kamer is. En wat ik bij de column van Jente heel goed vond was, het voelde, ook al heb ik zoiets niet meegemaakt, voelde het toch alsof ik even daar was op dat moment. En ik het zelf beleefde en die gevoelens ervaarde in emoties. En dat vond ik heel sterk in haar column en heel mooi. Ja, interessant, want ik hoor ook raakvlakken in de column die jij hebt voorgedragen, dat heel erg zintuigelijk is inderdaad, dat je daar ook bent. Dus tof dat je dat is opgevallen. Hey, jullie zitten al een tijdje in het vak van het schrijven. Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie hebben geleerd in jullie schrijverscarrière? Sowieso dat meningen heel erg uiteen kunnen lopen. Dat is wel iets waar ik in het begin aan moest wennen. En nu is het gewoon een soort tweede natuur. Na elke column die ik schrijf, krijg ik een volle mailbox met mails. Mensen die het totaal niet met me eens zijn en mensen die het helemaal geweldig vinden en het aan al hun familieleden doorsturen, et cetera. Dus dat, de reacties, die kunnen gewoon heel erg uiteenlopen. En daar moet je je niet door laten beïnvloeden, omdat het best wel verleidelijk is misschien om je daar wel door te laten beïnvloeden. Je moet wel trouw aan jezelf blijven. Wel echt, voordat je iets inlevert, nagaan van, is dit echt mijn mening? Of schrijf ik misschien iets omdat ik bang ben om tegenreacties te krijgen? Of weet ik veel, haatreacties te krijgen? Dat is wel iets wat ik zelf nog leer. Ja. Ja. En hoe doe je dat, niet laten beïnvloeden? Door altijd na te gaan van, ik heb alle feiten op een rijtje, alle kanten van het verhaal gehoord. En wat vind ik? En dus
me niet laten beïnvloeden door bijvoorbeeld wat andere columnisten schrijven. Door wat de meeste mensen vinden. Want het is wel, je krijgt daar vaak de neiging toe. Omdat je denkt van, oh ja, dan hoor ik erbij of zo. Mm-hmm. Maar het is ook wel belangrijk om af en toe ook tegendraads te zijn. En dan krijg je maar haatmail of mensen die het niet met je eens zijn. Maar dat is ook prima. Mm-hmm. Dus je moet de confrontatie niet schuwen, niet uit de weg gaan. En ja, eigenlijk dat als een compliment zien, want dan maak je wel wat los. Ja. Het zou wat zijn als je nooit eens een keer een haatreactie krijgt en dat iedereen het alleen maar met je eens is. Ja, ja. Ja. En Toeroe? Zou je de vraag nog één kunnen herhalen? Want ik was, je was er helemaal in, hè? Zit helemaal in het verhaal. Wat is de belangrijkste les die je in je carrière als schrijver tot nu toe hebt geleerd? Die ik zou willen meegeven? Ja. Ik denk dat er heel veel mensen op de wereld wel rondlopen met het idee van, ik wil ooit een boek publiceren of iets groots doen met schrijven. En ja, als je eraan begint, kan het heel eng zijn. Want het is toch wat om een boek van 200 of 300 pagina's, om dat ja, even te schrijven. Maar wat ik heb geleerd is dat als je iedere dag gewoon gefocust bent en je hebt gewoon die discipline om iedere dag een stukje te schrijven, dan kan je het ook bereiken. En het is niet zo ja, gigantisch als sommigen het misschien doen lijken om een boek te schrijven of iets. Maar je moet wel die discipline hebben en die focus en die wilskracht. En dan kan iedereen het, ben ik van mening. En dat zou ik wel willen meegeven aan ja, jonge mensen die hier iets mee willen doen. Want het kan soms wel als heel veel overkomen, zeg maar. Van, oh, een heel boek en hoe ga ik dat ooit doen? Ja. Maar het is echt wat te doen, geloof me. Want ik werk hiernaast gewoon fulltime en ik heb er een boek bij geschreven. Dus als ik het kan, dan kunnen jullie het zeker. Ja, dankjewel. Dank je. Ik zit even te kijken. Oké. Nou, gezien de tijd kunnen we één vraag uit het publiek doen. Eén vraag. Oh, kijk, oh, ik zie iemand. Ja. Al achter, ik ren er naartoe. Misschien leuk als je je even voorstelt in de zaal. Ja, hallo, ik ben Boudewijn. Ik geef Nederlands op het Meets Montessori. Ik had even een vraag, want het team van columnisten wat langs alle scholen is geweest, heeft heel erg benadrukt wat de kracht is van een goede openingszin. En ik was heel benieuwd, is er een openingszin, misschien van jezelf, misschien van een ander, die je altijd heel erg is bijgebleven? En waarom dan? Goeie vraag. Ik heb niet een specifieke openingszin die me is bijgebleven. Maar wat ze zeiden, dat klopt wel. Ik probeer wel altijd, misschien niet per se in de openingszin, maar in de eerste alinea, direct de aandacht van de lezer te grijpen. En dat hij echt zoiets zegt van, wow, waar gaat het over? Ik wil verder lezen. Dat is wel belangrijk. Want daar zet je echt de toon voor je column. Ja. Ja, ik denk nu heel hard na. Ik heb heel vaak hele mooie openingszinnen gelezen. Alleen ik heb er blijkbaar geen eentje onthouden. Oké. Ja, ik moet je teleurstellen, helaas. Is er een favoriete openingszin van jezelf misschien? Is er een openingszin waarvan je denkt, oh ja, die openingszin, daar ben ik heel erg trots op. Ja, vast wel, maar ik... Oh, die ben je ook vergeten. Okay. Ja, echt, dat is echt heel moeilijk om dat te onthouden. Ja, okay. Dat is echt moeilijk, want je schrijft zoveel, dat onthoud je niet. Ja, misschien is het wel leuk om dan de vraag heel even terug te kaatsen aan deze docent Nederlands. Of er toevallig een zin is die jij nou heel erg inspirerend of mooi vond. Mag van een van je eigen leerlingen zijn, of een schrijver, of iemand anders... Ja, ik had deze niet verwacht. volgens mij, ik vind de portier is een invalide. Dat is van Willem Frederik Hermans. En ik heb dat boek moeten lezen voor mijn studie. En achteraf heeft mijn docent heel erg goed uit kunnen leggen waarom het zo'n mooie zin is. En nu achteraf kan ik heel erg goed begrijpen waarom dat zo belangrijk was. En wat maakt dat zo mooi? Dat er zoveel kracht ligt in zo'n kleine zin, waar je eigenlijk als lezer in het begin onbewust aan voorbij gaat. Hartstikke mooi. Less is more. Laten we die meenemen voor de rest van de avond. We hebben nog ruimte voor één vraag, hoorde ik. Nog één vraag uit het publiek. Handjes. Kijk. Oh ja, kijk. Oh. Jongens, ga ik toch even... Ja, het is een beetje ongemakkelijk. Hey, kom ik even naast je zitten.
Wie ben je? Ik ben Shazad, ik ben 15 jaar. En ik heb een vraag aan u, meneer in de grijze pak. Misschien... Misschien wilt u deze vraag niet beantwoorden, dit is uw keuze. Maar u heeft een eigen onderneming. Dus mijn vraag is, hoeveel verdient u in een jaar? Ja! Jij maakt het wel extra spannend. Dat was hè? Echt godsend, inderdaad. Ja, Lale zegt naast me dat ik 2 miljoen moet zeggen. Maar 2 miljoen? Ik zal geen cijfers noemen, maar... toen ik begon, woonde ik in zo'n sociale huren, studentenwoning gebeuren. En we zijn nu een paar jaar verder en ik woon in een mooi penthouse. Dus, Ik denk dat je wel een idee hebt. Nee. Nou, oké. Ja. Wat was het heerlijke reactie van het publiek ook. Penthouse, iedereen ging naar achter. Nou, dankjewel voor deze vragen. Dank jullie wel voor het gesprek. En ik zeg geniet ze, want we hebben nog 2 rondes te gaan. Mag nogmaals een applaus voor Turo en Lale. Aan deze kant zitten. En dan zijn we alweer bij de derde ronde beland. We vliegen door de avond heen, maar dat komt als je een goed gevuld programma hebt met leuke sprekers, leuke mensen en goede tunes. Mag ik dan naar voren roepen Doris, Nienke en Stef? Waar zijn jullie? En nog een plekje in het midden. Ja, ik zat de hele avond te denken. Ik heb zoveel respect voor jullie dat jullie die mooie stukken hebben geschreven. Ik heb zelf ook wel eens wat geprobeerd te schrijven. Vond ik best wel lastig. Vond ik best wel een struggle. En ik vroeg me af, rolde bij jullie eigenlijk die column vanzelf uit de pen? Of was het ook zwoegen? Nou, ik wist zeg maar, ik had wel in mijn hoofd al van, ik wil iets schrijven wat zeg maar, wat ik persoonlijk fijn vind om over te schrijven. En ik schrijf eigenlijk nooit. Ik schrijf niet echt hoe ik me voel of zo. Maar dit voelde wel gewoon heel chill of zo, om even je hart te luchten. Dus te zeggen van, nou oké, nu voel ik me even zo. Dus dan schrijf ik daar gewoon over en dan... Ja, dan gaat het heel soepel eigenlijk. Mm-hmm. Dus ja. En hoe zat het bij jullie? Toen ik hoorde van die opdracht, had ik gelijk al een paar ideeën waar ik over wilde vertellen. Omdat vaak heb ik dan wel van dat gedachte van, zou ik dat een keer opschrijven? Omdat dat zou wel een keer leuk zijn of zo. En daardoor ging het wel heel makkelijk bij mij. Goed om te horen. En hoe zat het bij jou? Moet ik nu ook antwoorden? Oké, sorry. Dat is wel het idee. Eerlijk gezegd, dat ging vrij vanzelf. Ik was van, ik moet een opdracht doen. Oh, ik schrijf wel voor op. Toen las ik het. Daarna dacht ik, leuk stukje. Cool. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jullie allemaal zo makkelijk uit de pen hebben laten rollen. Dus dan gaan wij als eerst luisteren naar Doris. Gehandicapt zijn betekent niet dat je gehandicapt bent. Kanker, Dino. Ik loop rustig op straat en hoor opeens achter mij iemand mij uitschelden. Ik ben Doris, een meisje uit Amsterdam die houdt van mooie kleren en leuke dingen doen met haar beste vrienden. Klinkt eigenlijk als een heel normaal en leuk tienerleven. Maar je weet nooit wat er van binnen allemaal bezig kan zijn. Ik ben iets anders geboren dan de rest. Ik heb aan mijn rechterhand maar 3 vingers. En je zou denken, Jezus, waarom maak je daar zo'n probleem van? Maar moet ik het mijn probleem noemen? Want zo noem ik het wel, altijd. Want hoe zou ik het anders moeten noemen? De ene persoon schat je helemaal verrot en de andere persoon praat niet meer tegen je, omdat ze bang zijn dat ze er zelf mee geruild gaan worden dat ze met mij omgaan. Gaat het mij lukken om hier normaal over te doen? Het gaat om mij en niet om wat anderen denken. Ik wil hier aan werken en ik wil dat het mij gaat lukken en niet over hoef te stressen. Een van de redenen dat ik mijn column schrijf over iets persoonlijks is omdat mensen moeten weten hoe ik mij voel. Gewoon even je hart te luchten. En dat vind ik eigenlijk heerlijk. Dan gaat het maar slecht. Maar daar kom ik wel overheen.
Blijf alsjeblieft denken, ik ben ik en jij bent jij. Een prachtig persoon die worstelt met zijn of haar problemen, maar toch zichzelf blijft. Dank je wel voor deze mooie woorden. Prachtig stuk, goed gedaan. En dan gaan we nu luisteren naar Nienke. Eten. Hoe moeilijk is dat? Ik bedoel, je hebt het nodig om in leven te blijven. Je hebt het nodig om energie te hebben. En om je lichaam gezond te houden. Waarom zou je daar bang voor zijn? Een van de vele vragen die ik nooit heb gesteld en nooit zal stellen aan mijn zus. Maar het is wel eentje waar ik dag en nacht mee rondloop. Afgelopen 6 jaar was ik getuige van een moeilijke strijd tussen mijn zus en haar eetstoornis. Van huis naar ziekenhuis en weer naar huis. Niet snappend wat er bij mijn zus haar hoofd omging. Want waarom zou je dit zelf aandoen? Niet eten. Dit is iets wat ik nooit zou begrijpen. Allerlei nare gedachtes hielden me uit mijn slaap. En op het moment dat ik mijn ogen sloot, kwamen alle heftige gebeurtenissen weer naar boven. Geen woorden kunnen beschrijven hoe alleen en machteloos ik me 6 jaar lang voelde. Ik ben vooral nu boos om mezelf. Dat ik al die jaren alleen maar bezig was om een makkelijk kind te zijn voor mijn ouders. Door hun zo min mogelijk stress te bezorgen. Ik was zo bezig om een steun te zijn dat ik vergat wat het was om een kind te zijn. Ik probeerde te dealen met mijn nare gevoelens door ze alleen maar weg te stoppen. En te doen alsof er helemaal niks aan de hand was. Want mijn ouders hebben al genoeg aan hun hoofd. Of niet laten weten dat je het lastig hebt. Nog één probleem wordt te veel voor ze. Herinner ik mezelf opnieuw en opnieuw. Nu 6 jaar later loop ik nog steeds rond met hetzelfde gevoel. Niet omdat het thuissituatie nog steeds zo erg is. Het gaat beter met mijn zus. En ze heeft geen problemen meer met eten. Maar langzamerhand komen al die weggestopte gevoelens weer terug. Het verschil is dat ik er nu over durf te praten. Ik hoef mijn gevoelens niet meer te verbergen. En ik hoef mijn trauma's niet meer alleen, maar samen te overwinnen. Wauw, weer een hartstikke mooi en gevoelig en persoonlijk verhaal. Ik vroeg me wel af van, het is natuurlijk super dapper om eindelijk die stap te zetten om over dit soort lastige gevoelens en situaties te praten. Wat heeft jou de kracht gegeven? Of wat is het moment geweest dat je dat durfde? Ik liep dus een hele lange tijd met eigenlijk niet te denken aan mijn gevoelens. Omdat ik dacht, het is het niet waard om daar zo over na te denken. Ik moet nu gewoon richten op een steun zijn voor mijn ouders en niet ervoor te zorgen dat ze nog een probleem hebben. En ik dacht gewoon, toen ik hoorde dat ik een column mocht schrijven, dat ik dacht, dit is eigenlijk mijn kans om nu wel te praten over mijn gevoelens. Ja. En om die nu wel kwijt te kunnen krijgen. Wat mooi. Wat goed. En wat vonden je ouders van de column? Vonden ze mooi? Ja, denk het wel. Heel goed. Alright, dan zijn we nu naar de laatste van deze ronde. Mag ik een heel erg warm applaus voor Stef? Supercalifragilisticexpialidocious. Dit Mike doet het geweldig. We gaan beginnen. Dit is de column van Stef van Schaik. Dat ben ik niet. Even verder duidelijk. King. Zij kan er vandaag niet bij zijn, dus ik lees hem namens haar voor. Als Rudolf en Jonathan het konden, waarom ik dan niet? Het nadeel van veel lezen als kind is dat je al vroeg geconfronteerd wordt met het gevoel niet aan de leeftijdsverwachtingen te voldoen. Ik moet 8 jaar zijn geweest toen ik las over Jonathan Leeuwenhart, die in zijn tweede leven het Brahmendal bevrijdde van een dictator.
Het was in groep 6 toen ik las over Rudolf Wega van Amstelveen. Die in zijn eentje leider werd van een kinderkruistocht in een eeuw die niet eens de zijne was. Jonathan was 14 en Rudolf nog geen 16 jaar. Nogal logisch dat die jonge ik automatisch dacht dat als ik zo oud was, ik ook een krijgsgevangene uit een donkere grot zou kunnen bevrijden. Of met een buskruitbom 40 kinderen zou kunnen redden uit de burcht van Graaf Scharnitsch. Als Rudolf en Jonathan het konden, waarom ik dan niet? Dat is dus bitter tegengevallen. Niemand heeft mijn 15-jarige ik geleerd hoe buskruid wordt gemaakt. En zelfs het minst lastige wat Rudolf deed, meelopen in een kruistocht, zie ik mezelf niet doen. Bij mij is het alleen maar klaag, klaag, wandeling. Waarschijnlijk zou ik zelfs liever thuis blijven dan überhaupt de tijdmachine te gaan bekijken die het hele avontuur mogelijk maakte. Dit maakte dat ik soms licht twijfel om mezelf. Ben ik niet dapper, avontuurlijk, slim genoeg? Ik ben zo vaak gewaarschuwd voor de onzekerheid of een negatief zelfbeeld vanwege Instagram of anorexia-modellen. Waarom horen we niets over de daadwerkelijke scheppers van de onrealistische verwachtingen, Thea Beckman en Astrid Lindgren? Dankjewel iedereen, ook belangrijk. Laat ook weer zien dat humor ook een heel krachtig wapen is, ook in de column. Nog een laatste afsluitende vraag voor jullie drieën. Zijn jullie nu geïnspireerd om meer te gaan schrijven? Nou, ik vind, wat ik ook al zei in mijn column, dat ik het wel oprecht fijn vind om soms even mijn hart te luchten of zo. Want ik heb meestal dan praat ik tegen mijn vrienden of tegen mijn ouders of wie dan ook. Maar om het op te schrijven en dan ooit weer terug te lezen, ik weet niet of ik dat zou doen. Maar gewoon überhaupt even te schrijven, misschien helpt dat tegen, ja, je gevoelens of zo, misschien zou best wel kunnen. Ja. Zeker weten. En jij? Nou, misschien wel, ja. Maar vooral ik denk van, oh, het is eigenlijk wel leuk inderdaad om je gedachten de wereld te laten gaan. Mm-hmm. Ook al heb ik deze column niet geschreven, mm-hmm. ik vond het wel een heel erg mooi perspectief van hoe Stef dat zag. Inderdaad. Ik kan me voorstellen dat het enorm inspirerend is om zo'n getalenteerde vriend te hebben. Ik dacht echt zo van, oh wauw, natuurlijk. Ik bedoel, het gaat niet altijd over social media en onze age. Maar er zijn ook kinderen die boeken lezen. Mm-hmm. Ze bestaan. Ja. Nou ja, misschien zit jij hier volgend jaar wel je eigen column voor te dragen. Wie weet. Ja. En voor jou? Komen er nog meer stukken aan? Ik weet niet. Gewoon, je komt zoveel dingen nog waarschijnlijk in je leven tegen dat er sowieso nog wel zoveel dingen belangrijk zijn om niet alleen erover te praten, maar ook op te schrijven. Want op die manier kan je echt, echt je hart luchten. Want als je tegen iemand praat, heb je ook vaak dat je gewoon niet sommige stukjes ervan weglaat. En dat je dan denkt, dat zou ik niet tegen hun vertellen. En met schrijven kan dat wel. Nou, dat lijkt me weer een hartstikke prachtige message om mee te nemen. Geef ze een hartelijk applaus, Doris, Nienke en Stef. Laten we eens terug. Ja, ze zijn goed, hè? Ze zijn wel echt goed. Ik zit daar echt in het hoekje zo van, oh, ja? Denken jullie daarover na? Ik denk ook social media, dat is het enige, liken en foto's maken. Maar jullie hebben ook zeker een mening. Dat is heel erg fijn om te horen. We gaan naar de laatste ronde van vanavond. Ik weet dat jullie getraind zijn, hè, om te zeggen, oh, naar de laatste. Maar bij mij wil ik horen, als ik zeg, dit is de laatste, wil ik dat jullie zeggen, what? Ja? Oké, nog een keer. We zijn bij de laatste ronde van vanavond. I know, het was goed. Het was lekker, hè? En we willen eigenlijk meer. Maar in de laatste ronde zitten weer vier prachtige schrijvers. Vier prachtige columns. Geschreven door Tara, Madelief, Pablo en Maliar. Waar zijn jullie? Ja.
mijn mama is een badass bang. En ze zak voor de gang. Mijn niks zeggen ook weg. En ik weet, nou, kom maar hier zitten. Ik heb 4 namen opgenoemd. Ja. Maar volgens mij is er iemand extra bij. Klopt dat? Heb ik iemand niet aangekondigd? Nog werkt deze mic? Ja, ja, okay. Hij werkt. Ja, mijn naam is Melek, niet Maliar. Dus, oh, Melek! Melek, excuses. Ja, is niet erg. Fijn. Wie is er? Wie heb ik nog niet genoemd die wel hier zit? Ja, dat is het. Oh! 1, 2, 3, 4. Ik zie hier. Oké, okay, nou, cool. Ik zie er 5. Maar, maakt niet uit. Het gaat zich allemaal oplossen. Dat komt helemaal goed. Ik ben allereerst heel erg benieuwd. En dan mogen. Je mag zelf kiezen of je er antwoord op geeft. Wat is het mooiste compliment dat je hebt gekregen van de coach, de docent die jullie hebben gehad, tijdens het schrijfproces? Dat mijn openingszin goed was. En de openingszin is niet gesneuveld, hoop ik. Nee, die. Dus we gaan hem straks horen. Oké, okay, cool. Ja, oké. Okay. Dat je openingszin goed was. Een ander compliment. Ja, bij mij de laatste zin dat die goed was. Ook belangrijk, ook belangrijk. Die gaan we dus. Jullie geven allemaal teasers. Nu willen we het gelijk horen. Ik wil eigenlijk nog meer complimenten. Volgens mij is het lekker voor het ego voordat je opgaat. Nog meer complimenten. Dat het zo open was, of dat het persoonlijk was. Oh ja, ja. Belangrijk, belangrijk. Ja, ik heb gehoord dat het een onderwerp is waar veel mensen mee dealen, maar niet veel over wordt gesproken. Oh ja, dus een universeel onderwerp waar niet over gesproken wordt. Oeh, ja? Wat is jouw compliment geweest? Mijn column was eerst niet heel erg persoonlijk en ik had het toen wat persoonlijker gemaakt. Oké, dat was feedback, toch? Ja. Dat was eigenlijk feedback. Volgens mij ben je heel streng voor jezelf. Een compliment die je hebt gehad. Dat ik het vervolgens persoonlijker heb gemaakt. Ah, dat was je compliment. Ah, oké, I get it. Oké. Dus eerst was het minder persoonlijk en toen heb je... Dat is ook echt een kracht, dat je ook iets met feedback kan doen en dat het dan ook gelijk klikt. Ja, dat is wel iets wat ik nog lastig vond, het persoonlijk maken. Ja, en wat heeft het je opgeleverd, vind jij, dat je het persoonlijker moest maken? Ik heb er wat van geleerd. Ik denk dat ik... Dat ik de volgende keer wel wat beter kan. Oké, ja. Oh. Is een goede teaser, hè? We zitten nu op het puntje van een stoel voor de openingszin en de eindzin en de openheid en de persoonlijk. Oké, we gaan hem gewoon beginnen. Dan beginnen we met Tara. Ik vind het heel spannend, dus ik ga dit gewoon even eerlijk zijn. Wat hebben we fout gedaan of wat doen we überhaupt fout? Dat homofobie nog steeds bestaat en dat mensen ongemakkelijk laat voelen, terwijl we hier gewoon praten over jezelf zijn en liefde, vind ik echt walgelijk. En dat uit de kast komen voor de meeste mensen moeilijk of zelfs onmogelijk is, omdat het simpelweg niet wordt gerespecteerd. Jij wordt niet gerespecteerd. Niet door je ouders, familie en vrienden. Degene van wie die van jou houden en om wie jij geeft. En dan opeens voelen zij niks meer voor jou. Omdat jij jezelf hebt gevonden. Ik vind het altijd lastig om te zeggen, dit ben ik. Dat komt omdat de meeste mensen hun rug naar je keren als je dat zegt. Ook al vinden ze je een leuk persoon, hun gezicht verandert gelijk als je de ene zin zegt, ik ben gay. Ik zelf zeg het nooit gelijk aan iemand die ik net ken. Het wordt mij vaak eerder gevraagd dan dat ik het zelf hoef te zeggen. Het straalt kennelijk van me af. Ik schaam me er helemaal niet voor, maar soms is het veiliger als je gewoon je mond houdt. Daar ben ik altijd mee bezig. In het begin moest ik het een plekje geven. Ik had het moeilijk. Ik was mezelf helemaal kwijt, terwijl ik juist iets over mezelf aan het ontdekken was. Ik vond het echt heel moeilijk, maar vond mezelf terug in muziek. Lied na lied werd alles mij steeds duidelijker. Ik had een artiest gevonden, Girl in Red, super gay en open over haar seksualiteit. Haar liedjes gingen precies over wat ik allemaal voelde op dat moment. Ze was namelijk door hetzelfde heen gegaan als ik in die tijd. Ik voelde me op een of andere manier verbonden met haar. Lied na lied werd alles duidelijker, totdat ik het niet meer kon ontwijken. Mijn familie is er helemaal oké mee en staan achter mij. Stiekem wisten ze het al en wachten op mij om het te zeggen.
Ik heb geen antwoord op de vraag, wat hebben we fout gedaan of wat doen we überhaupt fout? Die moet je jullie eigenlijk geven. Want wij zijn gewoon onszelf. En wij kunnen het niet veranderen. Gelukkig reageert niet iedereen negatief. Ik merk dat steeds meer mensen het oké vinden. Maar er gewoon zelf niks voor voelen. Daar ben ik al blij om. Jullie hoeven niet alles te steunen. Geen mening hebben over zoiets groots is beter dan het te haten. Er zijn steeds meer mensen die uit de kast komen. Op een gegeven moment moet het normaal worden, zodat iedereen zichzelf kan zijn. Want nogmaals, we doen echt niks fout. Dankjewel, Tara. Dankjewel. We gaan naar Madelief. Waarom een medicijn niet aan mij is besteed. Mensen vragen mij regelmatig, als er een medicijn zou zijn, zou je het nemen? Mijn antwoord is eigenlijk altijd nee. Mensen kijken me vervolgens verward aan. Waarom zou ik het niet nemen dan? Het simpele antwoord, ik ben niet ziek. Ik heb ASS, kort voor autisme spectrumstoornis, autisme. En in tegendeel tot wat veel mensen denken, heb ik dit al mijn hele leven. Niet sinds ik ben gevaccineerd. Ik kreeg ook wel eens de vraag hoe het voelt om autisme te hebben. Eerlijk antwoord, geen idee. Ik weet niet hoe het zou zijn om het niet te hebben. Dus ik heb ook geen ervaringen om het mee te vergelijken. Autisme voelt voor mij niet anders dan anders voor mij. Het is een deel van wie ik ben. Ik moet soms even een wat extra pauze nemen als het allemaal wat te veel wordt. Maar los van dat vind ik mijzelf vrij normaal. Ik heb wel gewoontes die mensen als autistische trekjes beschouwen, maar die zijn voor mij geen stoorzender. Ik houd nou eenmaal wat meer van mijn routines en heb zo mijn vaste gewoontes. Maar dat heeft iedereen toch wel. Autisme maakt mij niet minder mezelf. Integendeel, het maakt mij wie ik ben. Het heeft me heel wat moeite gekost om dit van mezelf te accepteren. Dus waarom nu stoppen? Maar zou het niet makkelijker zijn als je het niet had, vraagt ze dan. Waarschijnlijk is dat mijn eerlijke antwoord. Maar waarom zou ik zo'n belangrijk deel van mezelf willen verliezen? Ja, die openingszin, hè? We hebben hem gehoord. Ik vroeg gelijk af, medicijn voor wat? Je ziet er kerngezond uit. Hij was goed. Dankjewel, Madelief. We gaan naar Pablo. Mijn column heet Broertje. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp dat voor jou misschien iets wat heftig is. In de Tweede Wereldoorlog zijn namelijk veel mensen met een handicap vermoord. Aldus mijn docent geschiedenis. Achtergrond, mijn broertje is gehandicapt. Ja, en ik heb ook al een Joodse opa. Ik heb het zo zwaar, zei ik cynisch. Dat is natuurlijk erg lief bedoeld van mijn docent, maar misschien een beetje misplaatst. Opvallend dat de handicap van mijn broertje zwaarder lijkt te wegen voor anderen dan voor mij. Kunnen mensen zich überhaupt iets voorstellen bij mijn situatie? Het blijkt dus dat mensen er zo ongemakkelijk van worden dat ze andere belangrijke zaken vergeten. Veel van mijn klasgenoten zullen vast ook familieleden hebben die zouden zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog, maar zij werden niet apart genomen. Bij het horen van mijn broertje is gehandicapt, hoor ik de mensen al denken: oh, wat zou hij het zwaar hebben? Het tegendeel is waar. Begrijp me niet verkeerd. Als ik om 5 uur 's ochtends wakker word gemaakt door een K3 optreden, is het misschien iets wat minder. Maar ik beleef er vooral plezier aan. Als zij bijvoorbeeld weer eens een enorm confronterende opmerking maakt: ben je nou eigenlijk een jongen of een meisje? Vroeg hij toen hij voor het eerst mijn conrecte ontmoette. Dan kan ik daar alleen maar om lachen. Dus de volgende keer dat je hoort dat iemand in een iets andere situatie woont, bedenk dan dat niets is wat het lijkt. Ja, man, en weet je waarom je eindzin ook zo goed werkt? Omdat je gewoon die pauze nam. Je wist gewoon aan het eind, drop ik hem. Ja. Nice, dankjewel. Dankjewel, Pablo. We gaan naar Maliaar. Hallo, mijn naam is Maliaar Arman. Ik ben 15 jaar oud. De titel van mijn column is Gebruik onrechtvaardigheid niet als een excuus voor het niet kunnen behalen van je doelen. Een lange titel.
Iedereen is wel eens onrechtvaardig behandeld. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je op de basisschool en lager schooladvies hebt gekregen omdat je ouders laag opgeleid zijn. Een ander voorbeeld kan zijn dat je ooit niet serieus genomen werd vanwege je huidskleur, ras of geloof. Onrechtvaardigheid kan het pad naar jouw doelen belemmeren, wat natuurlijk hartstikke naar is. Het is heel erg makkelijk om zo'n gebeurtenis dan meteen als excuus te gebruiken. Als je denkt dat je niks kan veranderen aan zo'n situatie, heb je het flink mis en lieg je tegen jezelf. Er zijn momenten dat je moet laten zien dat je het verdient om rechtvaardig behandeld te worden. Soms komt het helaas gewoon niet vanzelf uit een persoon en moet je het er zelf uit gaan halen. Want uiteindelijk ben jij de enige die er daadwerkelijk iets aan... Die er daadwerkelijk ook iets aan kan veranderen. Niemand anders zal het voor je gaan doen, alleen jij kan dat. Onrechtvaardigheid is niet altijd iets negatiefs. Misschien heeft het je wel sterker gemaakt als persoon. Ik zelf heb op de basisschool een lager schooladvies gekregen dan dat bij mij paste. Daar zat ik dan, verdrietig omdat ik een hoger schooladvies had verwacht. Ik heb meteen actie ondernomen en niet zitten zeuren dat ik er niks aan kan doen. Ik heb de docent toen laten zien dat ik recht heb op een hoger schooladvies. Ik heb toen een hoger schooladvies gekregen en daar was ik heel erg blij mee. Ik heb ook wat van de situatie geleerd. Als ik ooit weer in zo'n situatie beland, dan weet ik hoe ik het moet gaan aanpakken. Ja man, dat persoonlijke verhaal die kwam echt binnen, ja. Ja, daardoor snapte ik alles wat je daarvoor zei. Heel goed gedaan. We gaan naar Melk. Oké. Mis je de Marokkanen niet, is wat de moeder van een vriendin tegen mij zei toen we in de auto zaten onderweg naar een islamitische lezing. Ik antwoordde erop dat ik er niet zoveel van merk. Maar eigenlijk merk ik er wel veel van. En de Ramadan vooral. Men denkt dat het zwaarste aan deze maand het vaste zelf is. In werkelijkheid is het om constant te moeten horen hoe zwaar het wel niet zou zijn en of je echt geen water mag drinken. 'S Morgens onderweg naar school zit ik op mijn fiets naar Amsterdam-Oud-Zuid, waar ik gedurende schooldag op school zit met voornamelijk kakkers. Hier voel ik de drang mezelf steeds te moeten bewijzen. Na school fiets ik terug naar huis, waar ik direct een verschil voel van twee werelden. Ik kan het goed vinden met mijn Marokkaanse en Nederlandse vriendinnen. Maar toch voel ik me nergens helemaal thuis. Bij mijn Marokkaanse vriendinnen voel ik me een van de Nederlanders. En bij mijn Nederlandse vriendinnen juist de Marokkaan. Dat zet me toch aan het denken. Bij welke groep hoor ik? Ben ik een Nederlander of een Marokkaan? En verraad ik zo mijn eigen volk? En moet ik kiezen bij welke groep ik wil horen? Veel van mijn Marokkaanse vriendinnen staan er versteld van. Hoe kan ik het de hele dag uithouden met zoveel Nederlanders? Maar zo zie ik het totaal niet. Het is toch niet de bedoeling dat deze twee gemeenschappen gescheiden blijven? Dankjewel, Melk. En het heeft zich op... Een vinger? Nee, klopt. Dat zou ik net gaan inlossen. Ja, want Melk, de reden waarom ik... jouw naam stond niet op de lijst. Dus die staat ook niet op het formulier. Dus daar moeten we even kijken hoe we dat gaan oplossen. Maar voor het publiek, stel nou dat je zegt... Melk, die wil ik een stem geven. Laat dat even aan het eind van de avond dan nog even weten daarnaast. Maar die kunnen we dus nu niet meenemen in het formulier. Maar ik wil je wel echt bedanken dat je op het podium bent gekomen en dat je je verhaal hebt laten horen, want dat was een hele belangrijke column om te delen met het publiek. Ja, maar we gaan dit even na de show oplossen, want ik kan het nu nog niet oplossen. Ja? Ja, dankjewel. Voordat jullie hier gaan opstaan. Stel nou dat jullie na deze presentatie dat iemand zegt... yo, dat wat je gedaan hebt, ik wil dat je nog iets schrijft. En je krijgt er heel veel geld voor. Net zoveel geld als de penthouse-eigenaar. Ja? Over welk onderwerp zou je dan schrijven?
En je hebt één woord maar. In één woord. Welk onderwerp? Verwachtingen. Verwachtingen? Autisme. Autisme. Misschien school. School? Muziek. Muziek. Oh. Teleurstellingen. Teleurstellingen, oké. Okay. Jullie moeten hem nu gaan schrijven, hè? Want het publiek is al van, muziek? Ja, ik wil dit lezen. Ik wil dit lezen. En no pressure, but a little pressure, no pressure. Ik ben wel benieuwd, gelijk nadat jullie dit gezegd hebben... hebben jullie ambities om door te schrijven? Voor hoeveel geld hebben we dan? Oh, wacht even, jij stelde de vraag! Ik was het vergeten. Penthouse, toch? Ja, dan ga ik wel schrijven. Ja, toch? Ja, toch? Oké, okay, dus als er iemand in de zaal is die zegt, oké. Okay, ja. Ja, ik wil sowieso schrijver worden, dus ik wil sowieso wel doorgaan. Yes, dankjewel. We willen meer horen. En no pressure, hè? Als je nee zegt, is ook oké. Okay. Jawel. Jawel. Ja, 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 dankjewel. Melek. Ja, ik ook. Sowieso. Pablo. Ja, hij vond het ook wel leuk. Mag ik een warm applaus voor Pablo, Melek. En Maliar. Zo. Nou, het voelt echt alsof we een scheet hebben gelaten gewoon. Zo snel ging het voorbij, vind je niet? Het ging mega snel. Maar we zijn nu wel bij een spannend moment. Hè? Dit is het moment waar we misschien stiekem ook wel een beetje op gewacht hebben. Jullie hebben nu de kans om nog één keer naar je lijst te kijken. Om inderdaad nog even de namen aan te klikken die je wellicht vergeten bent. En vervolgens, als je dat hebt gedaan, als je denkt, check, deze mensen gun ik de prijs. Dan mag je op verzenden klikken. Verzenden. En hoeveel tijd hebben ze hiervoor, Isabel? Oeh, dat staat er eigenlijk niet bij. Dat staat er niet bij, hè? Ze willen gewoon een tijd bedenken. Nou, dit moet toch best wel snel kunnen, hè? In één minuut. Jullie hebben één minuut de tijd. En... Oeh. Eén minuut. En dan gaat Godsend jullie één minuut lang... een soort van bedenktijd en verzend muziek geven. Nee, geen bedenktijd, maar bedenk muziek. Oeh. Oh, daar hebben we al de eerste. Oh, wacht. Oh, dit is leuk. Ik ga van de andere kant staan. Heel spannend. Volgens mij kunnen we live meekijken naar de uitslag. Kan het iets groter daar, Bill? Oh, wat spannend, jongens. Wat spannend. Oh. Het lijkt wel een wedstrijd waar we naar kijken. Ik zie Madelief. Ik zie Jente. Oeh. Ik zie... Oh. Ik zie Nienke. Ik wil ook stemmen. Ja. Mogen wij stemmen eigenlijk? Weet ik niet. Ik heb de telefoon niet meer. Ja, is heftig, hè? Is confronterend. Ja. Nog 10? Oké. Okay. Hey. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en 0. De lijnen zijn dicht. En de winnaar... Oh! Madelief! Madelief! And they stay there. And they say yeah. And they say there. Zo. Madelief. Je hebt gewonnen. Sorry. Ik ben ook in shock dat het zo snel is gegaan. Wat goed. Ik wil graag Jessica weer naar voren halen. Want die gaat de prijs uitreiken. En die gaat ook even vertellen wat Madelief precies gewonnen heeft. Dankjewel. Pak een mic. Ja, deze? Pak maar de mic. Ja, pak maar.
Gefeliciteerd, mijn lief. Yes. En ik wilde nog even tegen alle mensen die hebben voorgedragen zeggen... bedankt voor jullie inzet vanavond. Dit was natuurlijk best wel een zenuwslopend moment, begrijp ik. Heel erg fijn dat jullie hier vanavond dit podium hebben genomen... ook om je verhaal te laten horen. En voor Madelief, de fantastische winnaar van vanavond... hebben wij niet alleen deze prachtige trofee. Nou. Ook wil ik je heel graag namens het Parool... een digitaal jaarabonnement op onze krant aanbieden. Met ingang van 1 juni aanstaande. Dus als we even gegevens uitwisselen zo... dan gaan we dat in orde maken. En deze is voor jou. Ja, Madelief, this is the moment, man. The speech. Heb je een speech? Nee. Wie wil je bedanken? Ik wil mijn moeder bedanken. En ik wil even mijn lieve leraar Boudewijn bedanken voor mijn opsturen. Ja, en dat was. Je bent speechless, hè? Ja. Je zag hem niet aankomen. Nee. Hartstikke gefeliciteerd. Zo verdiend. Isabel, wil jij nog iets zeggen? Ja, prachtig. Ik heb er niks meer aan toe te voegen. Ik denk dat je gewoon heel erg moet genieten van dit moment. Doorgaan met die droom om schrijver te worden. Dit kan gewoon. Jullie zijn belangrijk. De stem van de toekomst. En jij. Ja, geniet ervan. Perfect. Mag ik een applaus voor Madelief en Jessica? All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. En wat was het een avond, hè? Yo, ik ben ook in een soort van... Wow, dat ging supersnel. Maar ook dat ik denk van... Ik heb net kennis gemaakt met al jullie werelden en gedachten. En dat ik denk, ik wil nog niet dat het voorbij is. Maar dat is het wel. Maar we gaan hem echt afsluiten. Maar daarvoor moeten we echt ook een paar mensen bedanken. Ja, dit is het bedankrondje. Heel snel. Ik denk dat we als allereerst toch echt het columnteam moeten bedanken. Degene die de workshops hebben gegeven. Kunnen jullie even gaan staan? Geef ze een applaus. Dat zijn ze. Want zonder workshops geen lessen. En zonder lessen ook geen columns. Dus zo makkelijk is dat. Kernteam. Daarnaast willen we ook natuurlijk de betrokken scholen bedanken. De docenten die zich inzetten elke dag weer voor de klas. En dan ook natuurlijk de studenten die prachtige columns hebben geschreven. Daarnaast willen we natuurlijk ook de mensen van de centjes bedanken. Want wij hebben hier centjes voor gekregen om het te organiseren. Heel erg fijn. VSB Fonds en Steunfonds Amsterdam. Daarnaast natuurlijk ook een hartelijk applaus voor de DJ van de avond. DJ Godsend. Yes. Ja, en ik wil natuurlijk ook de Bali bedanken voor deze ruimte, dat we hier mogen staan. Zeker. Ik wil techniek bedanken. Ik wil de fotografen bedanken. Ik hoop dat je een goede kant hebt gekozen van iedereen. De fotografen en de filmmaker. Yes. Oh, kijk. Ja. Ik wil Isabel bedanken. Was spannend, hè? Ja. En natuurlijk Jamani, mijn geweldige co-host. Oh, dankjewel, meid. Ja. Oh ja. Nou, ja, dat gaan we ook nog. Ja. Nee, maar we moeten, voordat we naar de magazines gaan, Joost, wacht rustig. Yeah. Want we hebben nog één organisme, één ding, bulk, wat we moeten bedanken. En dat is natuurlijk jullie, het publiek. De ouders, de supporters, dat jullie... Kijk, ze verwachten. Huh? Wij ook? Ja, want zonder jullie was er niet gestemd. Dus een applaus voor jullie. Ja.
En natuurlijk het Parool en Stichting Nowhere. Ook heel erg belangrijk. Laatste applausje. Laatste. En dan allerlaatste, onze gasten ook. Oh ja, ja, applaus. En Kellem, Melek, ook bedankt voor je voordracht. Melek, ook een applaus. Zeker omdat ze ook niet op het formulier staat. We gaan hem nu echt afronden. Want hoe gaan we hem afronden? Bedankt iedereen voor het komen. Mm-hmm. Maar vergeet niet, als je naar buiten gaat, hebben we aan het eind van de gang de magazine staan. Neem ze mee. En hou de posters in de gaten. En als je denkt, dit is mijn kind op het poster, maak er een foto van. Als het niet jouw kind is, maak er ook een foto van. Neem ze mee. En deel het op Instagram, de socials, zodat de woorden gedeeld kunnen worden. Een fijne avond. Dankjewel. En tot de volgende keer. Dankjewel.